Normaal gesproken is het op zondag heerlijk rustig in de nieuwbouwwijk rond de Wageningse Voorburglaan. Nu is het een hotspot voor vogelliefhebbers. Ik ben hier dinsdag al geweest, toen heb ik hem gefotografeerd op, wat zal het zijn, minder dan een halve meter afstand met een macrolens. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Ja, ik vind het een heel mooi koppie met dat chocoladebruine petje en die hele fijne witte stipjes. En een hele sterke snavel met nog een klein extra puntje eraan. En nou ja, die is sterk genoeg om de noten te kraken. Vandaar ook de naam. Mooi! Daar zit hij. Iedereen wil een glimp opvangen van de vogel. Deze week konden veel vogelaars de lokroep van de notenkraker al niet weerstaan. Nou ja, lokroep, echt mooi klinkt het niet. Het is meer een kraai. Ja, het is ook een kraai. Het is hij is familie van de zwarte kraai inderdaad. Waar komt u vandaan? Ik kom vanuit de streek van Antwerpen. De België. We zijn eerst nog in een hut gaan fotograferen en dan de laatste minuutje toch nog naar hier komen. Maar wat vindt u zo bijzonder aan die notenkraker? Ik kom hier raar of zelden voor, dus vandaar. Kijk, zelfs van over de grens komen ze naar Wageningen. Ook al is het wel heel goed kijken. En gelukkig kunnen wij hem ook zien. Al was het maar voor heel even en van ver af. Gelukkig zijn er ook foto's. Ja.